Ik ben een echte reiziger. Het zit echt in mijn bloed. Van jongs af aan keek ik altijd al naar de wereldbol met waar ik allemaal wel niet naartoe wilde. En topografie was eigenlijk mijn lievelingsvak op school. Maar in Zuid-Amerika, daar ben ik net van teruggekomen. Ik ben naar Bolivia geweest, Peru, Ecuador en Colombia. En in Ecuador ging het helaas mis. Ik was samen met een vriendin die ik daar had ontmoet. Heb ik een hike gedaan door de bergen. Nou, en opeens kwam er een hond op ons afgerend. We schrokken ons helemaal dood, want die was keihard aan het blaffen. Ik ben altijd al een beetje bang geweest voor honden. Dus ik denk dat die hond die paniek van mij een beetje rook. En die heeft uiteindelijk mij gebeten. Hondsdolheid is een ernstige ontsteking van de hersenen en zenuwen en een dodelijke ziekte. U kunt het krijgen in verre landen waar hondsdolheid voorkomt. Gelukkig komt het in Nederland eigenlijk niet voor. Hondsdolheid wordt veroorzaakt door het rabiesvirus. Dit virus komt in uw lichaam wanneer u wordt gebeten of gekrapt door een dier dat het virus bij zich draagt. Dat kan een hond zijn, maar bijvoorbeeld ook een kat, een vleermuis, een prairiewolf, een wasbeer, een neusbeer, een stinkdier of een vos. Als een besmet dier aan een wond likt, kan u het ook krijgen. Hondsdolheid begint met koorts, spierpijn en hoofdpijn. Het lijkt eerst op griep en daarna worden de symptomen steeds ernstiger. Bijna iedereen overlijdt aan hondsdolheid. Wordt u in het buitenland gebeten of gekrapt, dan moet u direct daarna het volgende doen. Spoel de wond goed schoon met lauwwarm water en zeep. Hou dit in ieder geval een kwartier vol. Desinfecteer de wond daarna met 70% alcohol, met chlorhexidine of jodium. Zorg als u op reis gaat dat u één van deze desinfecteermiddelen meeneemt. Laat de wond niet hechten, maar verbinden mag wel. Uiteindelijk in het ziekenhuis heeft de dokter de wond schoongemaakt, maar ik denk gewoon met Sterilon of met alcohol, ik weet niet, heeft het schoongemaakt. Maar verdere medicatie vond de dokter niet nodig, omdat dat best wel vaak voorkomt daar. En rabies komt daar toch niet voor, zeiden ze. Maar toen heb ik Nederland gebeld, de dokter hier en mijn zorgverzekering. Die zeiden, nee, je moet echt zo snel mogelijk het rabiesvaccin krijgen. En ook antistoffen. Dus de dag erna zijn we gelijk naar een grote stad gegaan, omdat het rabiesvaccin alleen maar in grote steden te verkrijgen is. Uiteindelijk zijn we 5 ziekenhuizen langs geweest. Zo moeilijk bleek het dus om dat vaccin uiteindelijk te krijgen. Nou, het is gelukt, maar de antistoffen helaas niet. En daarvoor heeft de verzekering toch besloten om mij terug naar Nederland te vliegen. Hoe maakt u de kans op hondsdolheid klein? Blijf uit de buurt van wilde dieren, zwerfhonden of zwerfkatten. Raak ook de jonge beesten niet aan, hoe lief ze er ook uitzien. Vertel uw kinderen dat ze op reis niet zomaar dieren mogen aaien of voeren. Bent u in een grot waar vleermuizen zitten, ga weg als de vleermuizen gaan vliegen en bij u in de buurt komen. Raak vleermuizen nooit aan, ook niet wanneer ze ergens hangen te slapen. Raak geen dode of duidelijk zieke dieren aan. Gaat u langer dan 6 weken op reis en komt u in arme gebieden met sloppenwijken en veel zwerfdieren, of gaat u op trektocht door de jungle voor langere tijd, dan is het verstandig om prikken tegen hondsdolheid te nemen. Ook als u in het buitenland werkt met dieren zoals vleermuizen, zwerfhonden of zwerfkatten, is het verstandig om prikken te nemen tegen hondsdolheid. U krijgt 2 prikken met een week ertussen. Dan bent u voor een deel beschermd, maar u moet na een krab of beet toch nog snel 2 extra prikken krijgen. Heeft u geen beschermende prikken gehad en wordt u gebeten of gekrabd, dan krijgt u meestal 4 prikken achter elkaar en moet u zo snel mogelijk de eerste prik krijgen. Neem hiervoor contact op met een arts of medische dienst. Helaas zijn die prikken niet in alle landen gemakkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik leef nog. Ik heb mijn reis gelukkig kunnen afmaken. Daar ben ik hartstikke blij op. En wat ik uiteindelijk ervan heb geleerd is wel dat je veel beter moet uitkijken van tevoren op reis gaat. En beter moet inschatten wat de risico's kunnen zijn.